Waar zoeken we naar? We zoeken naar een nieuwe, van andere concertvorm. We zoeken naar dingen die we kunnen doen om het publiek en de muzikant zich wat vrijer te laten voelen tijdens het concert. En wat we hier proberen is, je zit niet, je bent vrij om rond te lopen. Wat doet dat met je als luisteraar? Hoe ervaar jij dit als je zo luistert? Dat wisselt nogal doordat ik aan het rondlopen ben. Ik vind dit het mooiste om echt van dichtbij en van voorkant te horen. Want als ik achter Lisa ga staan bijvoorbeeld, dan klinkt dat toch eigenlijk, komt het minder aan dan als je zelfs, ja, ook al sta je 40 meter verder weg, naar haar voorkant gericht. En jij, wat ervaar je als je hier rondloopt terwijl dit stuk gespeeld wordt? Ja, ik ervaarde dat ik, toen ik uit het raam keek, dat ik anders ging luisteren. En dat het veel meer de hele ruimte nog leek te vullen, de muziek, dan wanneer ik naar haar keek. Omdat toen ik naar haar keek, was ik me heel erg bewust dat zij het aan het doen was. En dat dat de bron is van het geluid. Maar toen ik uit het raam keek, toen voelde ik echt de hele ruimte trillen van die muziek. Dus dat was voor mij een heel andere gewaarwording. Merk jij er iets van terwijl je aan het spelen bent? Maakt het voor jou uit? Ik heb natuurlijk heel erg mijn ogen dicht. En nu misschien nog meer dan anders, omdat ik dan anders heel erg te veel bewust word van de bewegingen. Maar je bent je wel tegelijkertijd wel bewust van de ruimte om je heen. Ik bedoel, hoeveel ruimte je hebt persoonlijk, want je bakent iets af. En dat kan best groot en of heel dichtbij. En op zich had ik best wel wat ruimte om me heen. Het is een natuurkundige wet, hè? Je kan iets niet observeren zonder het te beïnvloeden. Ja. Dus het is altijd zo. Ja, heel erg inderdaad dat je als luisteraar ook bepaalt wat je hoort en daardoor ook mee te maken bent van het proces waar je in zit. En zelf inderdaad de afstand op jou kunnen bepalen. Ja. Ja, waardoor het elke keer ook weer anders is. Maar daarna kies je wel een positie of niet? Dat kan. Ik denk dat iedereen uiteindelijk wel een favoriete positie vindt, waar die zich prettig voelt, wat hoe jij het doet. Ik had op een gegeven moment dat ik liep een beetje rond en op een gegeven moment werd ik zo erin meegezogen in wat je deed en de muziek, die is zo mooi en zo ongrijpbaar tegelijkertijd. Dat ik zat gewoon te luisteren, af en toe te kijken om te luisteren. Ja. Ja, ik merkte van eerder dat het lopen me op zich afleidt van de muziek echt.